In deze video wil ik jullie laten zien hoe ik de kleine wormen uit de gezeefde compost haal. Zoals altijd haal ik het basisingrediënt gewoon uit het bos. Zoals u ziet haal ik eerst de nieuwe bladlaag van dit jaar weg, waarna ik de bladlaag van het vorig herfst naar boven haal. Deze is al deels verteerd en mooi kort van structuur, zoals u ziet. Het gaat hier hoofdzakelijk om eikenbladresten en mijn wormen doen het daar prima op. De emmer is vol en dit gaat mee naar huis. In vorige video's kreeg ik veel positieve reacties op mijn zeef en daarom zal ik u nu laten zien hoe deze is opgebouwd. Ik gebruik hier een zeef met mazen van 5 mm. Wanneer ik dan compost zeef met deze zeef, dan gaan de kokons wel door de zeef. En de goede compost uiteraard. De wormen en de grote resten blijven op de zeef achter en deze bewaar ik dan weer voor de volgende bak, zodat de wormen in een grotendeels vertrouwde omgeving opnieuw kunnen beginnen. U ziet hier dat de zeef door zijn diepte het geheel ook zijdelings op zijn plaats houdt. De bosgrond gaat op de zeef. Even schudden. En zoals u ziet, is alleen het fijne materiaal door de zeef gegaan. Dit is voor de wormen een mooi voer en een goede basis. Ze kunnen van alle kanten dit voer benaderen. Ik heb hier de laatste restjes uit de emmer. Dit ga ik nog zeven. Uiteraard heb ik het iets versneld om de video nog enigszins kijkbaar te houden. De resten die hier achterblijven, die bewaar ik uiteraard. Deze vergaan nog verder en die zal ik later opnieuw gaan zeven. Kijk, prachtig. Prachtig materiaal om als bedding en basis voor de bak te gebruiken. Om het voer wat aantrekkelijker te maken, zal ik nog andere ingrediënten toevoegen. Ik gebruik hiervoor havermout. Dit ga ik uiteraard malen tot een heel fijn poeder. Ik gebruik hiervoor twee oude koffiemaalmachines. In de andere machine doe ik mais. Gemalen mais, maar dit maal ik nog fijner tot een fijn poeder. Dit is dan ook direct toegankelijk voor de wormen. Ik zie ook regelmatig voorbij komen dat mensen dit gemalen voer gebruiken als krachtvoer. Om het voer nog wat completer te maken, voeg ik ook nog groenvoer toe. Dit voegt andere voedingsstoffen toe voor een betere balans en natuurlijk vocht.
Even de courgette aan stukken snijden, zodat deze straks iets makkelijker kan worden vermalen. Zoals u wellicht weet vanuit vorige video's, vermaal ik mijn voer. Daardoor is dit voer veel makkelijker toegankelijk voor de wormen. En ook voeg ik hier nog wat koffieprut toe. Volgens andere mensen is dit nodig voor het vermalen van het voedsel in de ingewanden van de worm. Het wordt gezien als een soort grit. De zakjes die houd ik apart. En deze worden later weer op een werkende bak gelegd, zodat ook deze kunnen worden verteerd. Lekker fijn en goed gemengd. Hier ziet u een van mijn extractiebakken. Met deze bak trek ik de wormen uit een wormenbak. Deze staat er nog maar 3 dagen op en u kan ook zien dat de courgette nog vrij vers is. Toch zijn er al heel veel wormen omhoog gekropen, uit de bak in de extractiebak. Ik heb de camera even ingezoomd, zodat we even iets beter zicht krijgen op wat er aan de hand is. Veel wormen van verschillende formaten en zoals ik al zei, nog veel onverteerde courgetten. Er zit in deze bak dus nog heel veel voeding. Dit gaat met deze wormen mee naar een nieuwe onderkomen. U ziet hier ook dat heel veel wormen nog onderweg waren naar de extractiebak. En ook aan de onderkant van onze bak zijn wormen te zien die halverwege zijn. Als we de onderkant van de bak bekijken, kunnen we beter zien dat veel wormen nog bezig waren om de extractiebak binnen te komen. Even de bak leegkloppen. En we hebben een mooie oogst. In het geval van geoogste compost zouden deze wormen dus gewoon weer meegaan de grond in. Wat ik altijd jammer vind. Ik houd ze liever voor de kweek. De laatste restjes nog even toevoegen. U ziet ook binnen 3 dagen een mooie oogst. Nu gaan we de bak opnieuw vullen. Eerst gaan we de reeds gemengde ingrediënten toevoegen.
zodat dit onder in de extractiebak zit en de wormen daar direct bij kunnen. Omdat het geheel nog best droog is, bevochtig ik de voeding, zodat alle smaken straks naar beneden in de bak lopen en de wormen daardoor worden aangetrokken omhoog. Ik zal deze bak iets langer dan 3 dagen laten staan. U heeft ook gezien dat de vorige bak nog lang niet was uitgewerkt. Deze zal waarschijnlijk 1 of 7 dagen staan. Omdat het allemaal voeding is wat hier in de bak zit, dek ik dit alles nog even af met pure bosgrond, zodat het minder ongedierte aantrekt. Nog even weer afdekken met wat golfkarton en een laatste beetje vocht, zodat het vocht vanuit de bodem niet in het karton trekt, maar andersom. En dan kan deze bak weer zijn werk gaan doen op de wormenbak. Vond u deze video nu interessant? Vergeet u dan niet te abonneren en klik op het belletje voor een notificatie voor de volgende video. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.